Hey, hallo. Welkom bij de tweede aflevering van het nu al heel beroemde programma Boos. En voor degenen die vorige week niet hebben gekeken, wat ik trouwens super stom vind, zeg ik het nog even. Boos staat voor Bart Omroep Organisatiestichting. En het doel van Boos is meer eigen tv-programma's en meer zendtijd. Maar dan moet je wel even schrijven. Peter, mag ik alsjeblieft hier even het postbusnummer? Dan moet je schrijven naar Boos, postbusnummer 1970-1200BZ in Hilversum. En dan komt alles in orde. Wat gaan we in deze 25 minuten doen? We hebben de brandweer, we hebben Nederlands kampioen motocrossen, er komt iemand van Greenpeace en ons vaste onderdeel de post. En daar beginnen we nu mee. Onze eerste brief. Eens even kijken. Die is van Evi en Annemiek en die schrijven: beste Bart, wij zouden graag een keer op televisie komen. En jullie zijn dus van de brief. Hallo. Nou, jullie zijn nu op televisie en nu? Ik weet niet. Je weet het niet. Nou, zwaai even naar je moeder. Dag, mam. Hoi. Vermaak je lekker, neem wat drinken. We spreken elkaar straks nog even, oké? Oké. Okay. Gaan we nu door met de tweede brief. Die schrijft... Hadi Bart, ik heb eigenlijk nog nooit een brief geschreven. Ik heet toevallig ook Bart en ik ben 12 jaar. Het is nu herfstvakantie en ik verveel me te pletter. De hele dag voor de tv hangen is ook niks. En mijn stripboeken zijn ook al 1000 keer gelezen. Wat doe jij eigenlijk als je verveelt? Bart Jans uit Deventer. Nou, ik ga mijn kamer opruimen of zo, maar ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Maar, Femke? Ja? Wat doe jij als je verveelt? Zou mijn vader en moeder gaan pesten. Je vader en moeder gaan pesten? Ja. Ja. En Tanja, heb jij nog iets als je verveelt? Ja, vragen of je bij je oma of tante mag logeren. Nou, je hoort het, het zijn allemaal prima ideeën. Ja, ik persoonlijk verveel me nooit, want laatst nog had ik een interview voor de radio. En het meisje wat me interviewde zat ook in de jury van de kinderkast. En die beslissen dan weer wat het beste kinderprogramma van het afgelopen jaar is. Nou, dat meisje heb ik omgekocht en daar gaan we nu even naar kijken. Suzanne, staat die band klaar? Nou, start maar dan. Oké, afgelopen woensdagmiddag keek ik naar de televisie. En toen dacht ik, wat zie ik nou toch? Een nieuw kinderprogramma. En dat heet Boos, Bart Omroep Organisatiestichting. Nou, dan moet je ook 3 keer zeggen, wil je echt goed begrijpen waar het over gaat. Maar ik zeg het nog een keer, Boos, Bart Omroep Organisatiestichting. Nieuw kinderprogramma bij Veronica. En er zat een directeur, zeg maar, zat achter een tafel. En die dirigeerde dat programma zo'n beetje. Wat mij opviel, dat is misschien een klein puntje van kritiek. Ik weet niet of je dat vervelend vindt. Maar dat je wel een beetje een autoritaire directeur bent. Ja, want anders luisteren ze niet. Nee, er moet, moet natuurlijk van alles gebeuren. En, ja. Want je dirigeert die kinderen over. Dus ik zeg even, als u dat niet gezien hebt, hij zit in een hele grote ruimte, hè, achter een bureau. En dan zie je om je heen kinderen die allemaal iets doen, hè, of niks doen, maar gewoon. Skateboarden en ze doen van alles. En, ja. En die laat je allemaal voor je werken? Ja, die geeft mij dingetjes aan, maar dat vind ik prima zo. Ja. Veel brieven krijg je in het programma als directeur. Kan die camera ook even op mij, jongens? Die is mijn programma. Dus ja. Ja, mensen thuis die denken nu camera, hoezo camera? Goed. Ja, er wordt ook gefilmd, want neem dit op. Komt natuurlijk woensdag, ik neem dit op. 4:10. Ja, trouwens, je zit toch in de jury van de kinderkast? Kunnen we niet iets regelen voor volgend jaar als ik je nou 25 gulden geef? Wat schuift het, precies waar ik zeg. 25 gulden, dan krijg ik wat extra dingetjes erbij, goed? Als ik dit toch morgen in een bepaalde krant zie staan. Spreken we af. Hartelijk bedankt voor je komst. En om zijn woorden even te citeren, aanstaande woensdagmiddag kijken. Hè? En ratel bellen om te zeggen wat u ervan vindt. Dankjewel voor je komst. Hartstikke bedankt. Dat was het interview met Violet. Zag je hoe ik er die 25 gulden toeschoof? En Violet, we bellen snel weer, hè? Nou, Violet die doet haar werk met praten, met haar mond dus. We hebben vandaag iemand in de studio en die doet dat met zijn handen. De goochelaar. Hallo. Hallo. Je bent pas 20 jaar en wat ik nou altijd al heb willen weten, hoe gaat dat met die doorzaagtruc van dat meisje wat ze zo doorzagen? Dus dat wou je graag weten? Nou, als het even zou kunnen, ja. Dan moet je gewoon goochelaar worden. Ja, dat kan toch niet? Ik ben toch directeur van Boos, ik ook toch geen goochelaar? Vertel nou, Viool. Zullen we dat na de uitzending doen? Ja, dat is ook goed, ja. Monroe, is dat je echte naam of is dat nou je artiestennaam? Dat is mijn artiestennaam. En wat is je echte naam dan? Roland. Ronald, nou dat vind ik net zo leuk. Dus je gaat vandaag voor ons 2 dingen doen. Ja. En je gaat er nu alvast meteen beginnen. Zal ik dat doen? Nou, doe maar, ja. Oké. Okay. Dan beginnen we maar. Monroe, de goochelaar.
fantastisch, Monroe. Echt hartstikke bedankt. Hey, Ron. Bart. Hallo, hey, ga zitten. Jongens, Ron, je bent de baas van Greenpeace. Wat ik nou wil weten is, wat doet Greenpeace precies? Greenpeace voert actie. Omdat ze vindt dat het milieu zo smerig is, dat willen we veranderen. Dus we voeren actie tegen het dumpen en lozen van chemisch afval, van radioactief afval in rivieren en in oceanen, in zeeën. We voeren acties tegen de jacht op zeehonden en walvissen. Ja, dat doet Greenpeace. Ja, maar, het kan aan mij liggen, maar iedereen weet toch dat je een walvis of zeehond, die moet je niet doodmaken. Waarom zijn er dan toch nog mensen die dat wel doen? Nou, omdat de huid van zeehonden denken ze te kunnen verkopen. Daar verdienen ze geld mee. Vlees van walvis verkopen ze, want sommige mensen eten walvisvlees. Als wij nou hier, alle jongens en meisjes en thuis ook, als die nou willen helpen, wat moeten ze dan precies doen? Ja, Bart, ze moeten in ieder geval zeebenen hebben om ons te willen helpen. Hè? Want je weet, we voeren altijd actie met die schepen. Ja. En soms is de zee heel erg ruw, een zware storm. En dan worden de meeste mensen ziek. Dus dat is een probleem. Je moet echt zeebenen hebben om ons te helpen. Maar scholieren kunnen ons natuurlijk altijd helpen met, om te vertellen in hun eigen omgeving wat Greenpeace doet en waarom het werk dat Greenpeace doet zo belangrijk is. Nou, dat vinden we natuurlijk hartstikke goed als scholieren dat willen doen. Nou, je hoort het wat je daartegen kan doen. Ron, hartstikke bedankt voor de uitleg hier. Trouwens, wat wilde jij laten worden toen je kind was? Cowboy. Cowboy. Maar dat mocht ik niet van mijn moeder. Nou, ik wilde altijd brandweer worden, want dat leek me mooi met vuur en die ziekenwagen. Maar ja, ik wil. Je hebt niks te willen. En nu ben ik directeur. Maar het mooie is, we kunnen overal binnenlopen. Dus wat zijn we even gaan doen? We zijn bij het brandweerwezen kijken. En Suzanne, heb je dat filmpje over de brandweer klaarstaan? Ja. Start het daar maar als je wil. Is met vuur spelen nou echt zo gevaarlijk? Ja, natuurlijk, Bart, jongen. Dat is toch heel logisch. En ik zal je even een voorbeeldje laten zien. Even in mijn zak rommelen. Hè, kijk, ik heb hier een doosje lucifers en een aansteker. Ja. Met deze twee hele kleine doosjes, met de inhoud ervan uiteraard, kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren. Ja. Hè, de kinderen weten niet wat ze doen. Hè, ik zal het je even laten zien. Even vlug met een lucifertje. Hè. Kijk, we hebben hier nu even een klein vlammetje. Als ik dit zou laten vallen, he, in een bed of in een auto bijvoorbeeld, dan kunnen we daar de grootste branden door ontstaan. Ja. Maar dat weten de kinderen niet. Ze weten ook niet hoe vlug die kleertjes in brand gaan. Ja. He, want de kleding van kinderen, het is vaak nylon. Dat brandt ontzettend hard. Ja. Dus daarom adviseren wij ook altijd met kleine kinderen niet spelen met vuur. He, want het is geen speelgoed. Nee. He, dan moet je autootjes kopen of een treintje of een beer of een paardje. He, dat is speelgoed. Maar dit is geen speelgoed. Dat is het enige wat wij de kinderen ook adviseren. He, nooit met een aansteker of met lucifer spelen. Met kaarsjes ook niet. Ja. He, dus het is eigenlijk wel een beetje gevaarlijk. Ja. Hoeveel brandmeldingen krijgt u nou per week binnen? Nou, dat is heel verschillend. Soms 2 in de week, maar ook wel eens 12. Ja. Het is heel verschillend. En midden in de nacht en dan weer alles op de dag. Dat is... Nou, wij... Als ik... ik heb natuurlijk ook wel eens met... Ik moet even weg, Bart! Ja! Er is brand! Oh, leuk! Zo, Bart, jongen, daar gaan we dan. Ja, waar gaan we nu heen? Ja, naar een autobrand op de Struikenweg. Kijken hoe dat gekomen is. Hè? Oh, ja. Ik hoop maar niet dat er nog mensen in zitten, want dat is wel een beetje vervelend natuurlijk. Worden jullie wel eens aangehouden? Nee, gelukkig niet zeg. Dat zou te gek zijn, hè? Ja. Nee, wat dat betreft is een auto wel een voordeel. Hè, de mensen gaan altijd wel een beetje opzij voor je. Hebben jullie wel eens een aanrijding gehad? Ja, ook wel eens. Helemaal toteloos een keer een auto. Het was nou een autobrand. Ja, kunnen jongens en meisjes, als ze het nou leuk vinden om meer te weten, komen bij de brandweer altijd komen kijken? In iedere plaats, in iedere stad en dorp is een brandweer. Het zij beroeps of vrijwillig, maakt niet uit. Hebben ze interesse, mogen ze altijd bij die brandweer komen kijken en vragen stellen. Ja, en dan kunnen ze informatie krijgen wat ze vooral niet mogen doen. Ja. En we weten het, niet met vuur spelen.
Niet met de lucifers, niet met aansteekers, nergens mee. Want dit mag natuurlijk niet gebeuren. Nee. Dit is nou heel goed afgelopen, Bart. Maar veronderstel dat je broertje of je zus hier nog zou inzitten. Of je hondje of je poesje. Ja. Hè? Zou heel vervelend zijn. Oké. Ja? Hey, succes, hè? Hartstikke bedankt. En tot kijk. Oké. Okay. Ja, okay. Doei. Ja. Al wil jij ook wat weten van de brandweer, ga dan gerust naar de brandweer bij jou in de buurt. Die willen je altijd helpen. Moet je luisteren. Ik zit van de week in de krant te lezen. Lees ik dit berichtje. Uitwijzing van gezin zaakt angst onder Syriërs. Wat blijkt te zijn is dat mensen gewoon zomaar van hun bed gehaald, midden in de nacht, zonder dat ze het wisten, en het land uitgezet naar Libanon, waar het oorlog is. Ze mogen hier niet blijven omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, maar het is toch een beetje vreemd dat ze niet van tevoren op de hoogte zijn gesteld. Nu heb ik de commissaris van Enschede aan de telefoon en daar ga ik even een paar vraagjes aan stellen. Goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Bart van Boos. Dag, ik wou u een paar vraagjes stellen. Ja. Waarom worden die mensen midden in de nacht van hun bed afgehaald? Uit hun bed gehaald? Nou, het was niet midden in de nacht hoor, Bart. Het was 6:30 's morgens. Dus het was wat later, hè? Ja, zo laat ben ik nooit wakker. Dat stond me vroeg. Ja, wij wel soms. Maar had u het niet tegen die mensen moeten vertellen dat ze opgehaald werden? Ja, dat is natuurlijk wel leuker. En dat doen wij eigenlijk ook wel liever. Maar we hebben gemerkt in het verleden dat de mensen dan onderduiken. Maar en dan zijn ze dus weg. Bent u daar niet verplicht toe om dat te doen? Nee, dat hoeft niet. Nee, kijk, als wij een dief moeten gaan aanhouden, dit zijn geen dieven hoor, maar we zeggen van tevoren dat we gaan aanhouden, dan zijn ze wel verdwenen. Ja. Het is natuurlijk zielig in dit geval, omdat het inderdaad geen dieven zijn. Nee, maar er zijn natuurlijk nog meer vluchtelingen in Enschede. Gaat u die nu morgen allemaal eigenhandig uit bed halen? Nee, morgen niet hoor. Steeds weer opnieuw praten we daarover met het ministerie van Justitie. En die zeggen dan welke mensen moeten worden aangehouden. Dat is in dit geval ook gebeurd. Dus er is gewoon helemaal niks aan te doen. Het is gewoon de wet. Ja, als deze mensen die komen hier het land binnen. En dan kunnen ze proberen om hier te blijven. Dat vragen ze ook aan. En dat wordt van alle kanten bekeken. Dat duurt soms heel erg lang. Soms veel te lang. En dan kan het voorkomen dat ze na 3 jaar pas worden uitgewezen, zoals dat heet. Nou, en dan valt er niet veel aan te doen. Nou, vriendelijk bedankt voor dit verhaal. Tot ziens. Dag. Oké, dag. Nou, degene die daar allemaal de schuld van heeft, is deze mevrouw. Dat is Korte van Hemel. En jullie weten het nu al, die gaat gewoon de papiervernietiger in. Maar niet getreurd, want volgende week is wederom een ander aan de beurt. Wat gaan we nu doen? Even kijken hoor. Jolijn, wie is dat? Oh, dat is Pietje. Die kan voor ons een liedje zingen. Nu meteen? Ja. Nou, fantastisch. Laten we meteen beginnen. Geef een microfoon, dan kan ik meteen gaan zingen. Hoeveel uur heb ik staan wachten tot je eindelijk nog eens kwam? Het vloekleed is versleten en we lopen in de gang. Minuten tot de uren. Van uren tot de nacht. Je bent niet meer gekomen. Ik heb al lang genoeg gewacht. Want jij was zonde van mijn tijd. Alleen maar zonde van mijn tijd. Hoe kon ik toch zo dom zijn? Jij was zonde van mijn tijd. Ik wil je nooit meer duren. De dagen die we strijken, ik moet zeggen, het bevalt. Dat ik zo lang gewacht heb en verloren heb verknald. Ik geniet weer van het leven. En wat ik nooit meer had gedacht. Ik hoor van oude vrienden dat jij nog altijd op me wacht. Maar jij was zonde van mijn tijd. Alleen maar zonde van mijn tijd. Hoe kon ik toch zo dom zijn? Alleen maar zonde van mijn tijd.
ik was je liever kwijt. Ik denk niet meer aan jou, want jij was zonde van mijn tijd. Ik wil je nooit meer terug. Kun jij ook zo zingen als Pietje? Of iets minder, stuur dan gewoon een briefje of een cassettebandje of foto's of een videobandje naar het bekende adres wat hier staat. En iedereen, zijn brief die behandeld wordt, krijgt zo een boos t-shirt toegestuurd. Iemand die ook wat brieven hebben gestuurd, zijn hier nog twee meisjesfiguren. Ik zal hier de eerste brief. Lieve Bart, het is herfstvakantie en ik ben met mijn moeder naar de stad geweest om nieuwe kleren te kopen. Ik heb een nieuwe minirok gekregen. Mijn probleem is, ik voel me erg dik met die nieuwe kleren. Ik snoep eigenlijk wel veel. Naast onze school is namelijk een snackbar. Patat met mayonaise, lekker joh. Ik kan er bijna niet van afblijven. Help me alsjeblieft. Groetjes van Karin van Leeuwen. Ja, je moet gewoon van die patat afblijven. Je moet in eerst gewoon geen geld mee naar school nemen. Dan kan je het dan niet kopen. Neem voortaan een zak wortels mee of een zak radijsjes. En je moet ook bedenken, als je later wat ouder wordt, krijg je allemaal van die puistjes. En dat is echt geen gezicht. Dus niet meer doen, die patat. Hè? Gaan we over naar de vierde brief. Tevens de laatste. Beste Bart, ik ben aan het logeren bij mijn tante in Den Bosch. Ik woon zelf in Amsterdam. Het is een lieve tante hoor, daar niet van. Maar ik durf het haast niet te zeggen, ik heb heimwee. Wat moet ik daartegen doen? Els uit Amsterdam. Nou Els, als je nou met je moeder, als je nou zo'n erge heimwee hebt, spreek dan met je moeder af dat ze je 's avonds voor het slapen een keer belt, vlak voordat je gaat slapen. En de volgende ochtend als je wakker wordt, dat ze je ook meteen belt. Dan heb je iets om naar uit te kijken. Ja, en ik denk dat je er zo dan wel vanaf moet kijken, vanaf moet komen. Iemand die totaal geen last heeft van heimwee is Marco Stalman. Ik las laatst een stukje in de krant. Hij is 12 jaar en hij is kampioen motocross. Dus hij trekt door het hele land. En het is echt gaaf als je 12 jaar bent, dus al motocross. Eigenlijk wou Bob de Jong hem interviewen, maar die kon niet. Die had het te druk met op het strand spelen. Dus we zijn zelf maar even gaan kijken. Suzanne, heb je het bandje klaar van de motocross? Ja. Knal hem er maar weer in. Wat een bekers, hoe kom je er allemaal aan, joh? Gewonnen. Hoeveel heb je er wel niet? Ik geloof een stuk of 90. Hoe heet het? Hoe ben je eigenlijk begonnen met vieren, met crossen, joh? Nou, wij stonden op een camping en daar vlakbij was een baan. En toen zei ik altijd tegen mijn vader, ik wil ook een crossmotor. En nee, dat zie ik niet zitten. En toen was mijn broer ook een keer mee. En die zegt tegen mij, als je 10 bent, dan krijg je een crossmotor. Ik zeg, nou is goed, daar hou ik je aan. En mijn broer denkt, nou dat vergeet hij wel. Nou, ik vergat het dus mooi niet. En dus toen begon je te crossen? Ja, toen was het 9. En toen had ik ze zo bont en blauw gezet, toen kreeg ik er eentje. Dat was een heel goedkoop ding. Vond je toen niet eng, joh? Want ik zie het wel eens op televisie, die dingen gaan loeihard. Ja. Ja, wat is eng. Je bent niet bang om te vallen of iets te breken? Of, want dat zand, man, is hartstikke mul. En je moet ook wel goed over en proberen. Want ik zie ze ook wel eens over die bulten springen en zo. Hoe hoog ga je dan? En met één handje en voetje los? Ja, ligt eraan. De ene keer dan is de schans wat steiler dan de andere keer. En train je vaak per week? Nou, 1 keer en dan 2 keer wedstrijd. En wat denk je nou hiermee te bereiken? Laat je geld ermee te verdienen of doe je het gewoon maar zo voor de lol? Nee, ik probeer later mijn geld ermee te verdienen. Oh ja. En wat vinden je vriendjes er nou van, hè? Al die bekers, die zijn natuurlijk hartstikke jaloers op je. Ja, de meeste wel. Niet allemaal, maar... En laat je ze wel eens op je motor rijden, of niet? Nee. Nee, dat zou ik ook niet doen.
Wat vind jij nou de beste motorrijder die er is? John van den Berg. En als je die nou zou tegenkomen, wat zou je hem aan hem willen vragen? Zijn handtekening. Oh, zijn handtekening. Ja, zou ik ook vragen. Wanneer ben je nou wereldkampioen, joh? Ja, als ik alles gewonnen heb. Stom. Nou, dat was Marco. We gaan nu voor de tweede keer kijken naar Marro de Goochelaar. Marro, ja? Heb je nog een leuke truc voor ons? Ja, tuurlijk. Ja, begin maar. We hebben nog tijd, zat, dus ja? Doe maar wat leuks, joh. Oké. Okay. Heb je gewoon een heel gewoon vraagje waar je antwoord op wil? Dan stuur je kaartje naar dit adres en dan zien we verder wel, hè? Hé jongens, trouwens hartstikke leuk geworden hoor, dat boze op de muur. Echt fantastisch. En vanavond Nederland-Duitsland, hè? Die Duitsers die gaan de gehaktmolen in. Nou, de mazzel. En volgende week zie ik je weer, 4:10. Doei!